Zo zijn we in de laatste rechte lijn met nog 400 meter koers voor de boeg. Met nog altijd Floris Boldwin. Floris Boldwin probeert stand te houden tegen mogelijke aanvallers. Als de paarden langs de intersectie van de banen komen. Op de tweede plaats Eusebio. Misschien heeft Kramer Flevo nog wat in de melk te brokkelen. Ever Forever WS ziet volgens nog geen daglicht. Die kan er nog niet uit. We gaan de laatste 200 meter in. En het is aan de kop nog altijd. Floris Boldwin. Floris Boldwin die gaat stand houden. Floris Boldwin. Daar komt nog één aanval. Maar Floris Boldwin lijkt binnen met Ever Forever WS die op het laatste moment nog naar voren kwam. Daarachter volgt dan Eusebio. De rechter heeft het laatste woord. Groen licht, dames en heren, we kunnen gaan huldigen. De uitslag is officieel. Overwinning voor nummer 5, Floris Boldwin. Dennis Minema, mooie kilometertijd, 16-5. Fred. Dankjewel, Martin. Ja, Floris Boldwin houdt niet zo van stilstaan. Ik blijf even staan bij trainer Bas Krebas. Terwijl Floris Boldwin de ereronde rijdt, u mag applaus geven. Bas, een hele mooie overwinning. Dit is een heel goed paard. Een zware, tenminste in mijn ogen, van de winter in Wolvenga wel een vrij harde campagne gehad. Maar hij is nog steeds fit genoeg. Ja, hij is nog steeds in vorm. Nee, en het is mooi dat hij nu dan een keer in de duin, een keer in de avond is. In Wolvenga is knal. Nou, komt hij minder uit op de verre. Nee, we blijven op duinen van Wolvenga met. Oké, en de koers ging uit het boekje. Ding had de kop, gaf hem even af, maar pakte hem weer terug. Daarna de zaak controleren. Ja, heel best. Hij is het beste van kop af, al wil je ook wel van achteraf. Nee, Dennis, super, heel tevreden mee. 50 meter, 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Zorba Oldenzon prijs. En het is na de start aan de binnenkant Eusebio. Maar die wordt aan de buitenzijde gepasseerd door Floris Boldwin. Floris Boldwin neemt de leiding over bij het indraaien van de eerste bocht. Aan de buitenzijde komt Ever Forever WS. Aan de binnenkant ligt Eusebio. Anderhalve lengte daarachter dan Dylan Meadow, geflankeerd door Favorite Wish. En zo zijn de paarden halverwege de bocht. Verder weg in het veld dan Kramer Flevo met Baco Boy en op twee lengte Cousin LeBlanc. De bocht is rond en de paarden komen richting de rechte lijn voor de tribune. En als de deelnemers zo dadelijk aan de finishpaal zijn, is het nog een volledige ronde af te leggen. En intussen wordt de leiding genomen door Floris Boldwin. Floris Boldwin heeft de kop en heeft een lengtevoorsprong. Favorite Wish drukt door, gaat naar een gedeelde tweede plaats. Aan de binnenkant is het dan Ever Forever WS. En deze paarden worden gevolgd door Eusebio. Dan Dylan Meadow, Kramer Flevo, gevolgd door Baco Boy en Cousin LeBlanc. Dat is de situatie als de paarden de laatste ronde gaan opzoeken. Daar komt aan de buitenzijde Favorite Wish schuin naast de leider. En die leider is nog altijd Floris Boldwin. Floris Boldwin met Favorite Wish in het tweede spoor. Daarachter Eusebio aan de buitenkant ten opzichte van Ever Forever WS. Daarachter is het dan Dylan Meadow met Kramer Flevo, Baco Boy en Cousin LeBlanc. Weinig verandering in de volgorde als we de laatste 1000 meter ingaan aan de overzijde van de baan. Nog altijd Minema met Floris Boldwin die een kleine lengte voorsprong heeft. En daar zien we problemen voor Favorite Wish. En die zakt nu terug door een galoppade. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Met Floris Boldwin, nu een lengte voor op Eusebio. Aan de binnenkant ligt in de snoeker Ever Forever WS. Kramer Flevo komt aan de buitenzijde naar voren, verbetert positie. Dylan Meadow achter de muur van paarden. Dan volgt Baco Boy, Cousin LeBlanc en laatste, mogelijk uitgeschakeld, maar dat kunnen we nog niet met 100% zeggen, Favorite Wish. De paarden gaan de laatste bocht in. Met aan de kop Floris Boldwin, die drie kwart lengte voorsprong heeft op het veld. Floris Boldwin, de leider nog altijd. Eusebio op de tweede plaats, daarachter Ever Forever WS. Dan volgt Kramer Flevo en zo zijn we in de laatste rechte lijn met nog 400 meter koers voor de boeg. Met nog altijd Floris Boldwin. Floris Boldwin probeert stand te houden tegen mogelijke aanvallers. Als de paarden langs de intersectie van de banen komen. Op de tweede plaats Eusebio. Misschien heeft Kramer Flevo nog wat in de melk te brokkelen. Ever Forever WS ziet volgens nog geen daglicht. Die kan er nog niet uit. We gaan de laatste 200 meter in. En het is aan de kop nog altijd. Floris Boldwin. Floris Boldwin die gaat stand houden. Floris Boldwin. Daar komt nog één aanval. Maar Floris Boldwin lijkt binnen met Ever Forever WS die op het laatste moment nog naar voren kwam. Daarachter volgt dan Eusebio. De rechter heeft het laatste woord.